Hugo, jij maakt nu eigenlijk de kunst van Ab Knupke, maak jij nu opeens bekend. Jij gaat exposeren. Nou, maar daar is het om mij om te doen. Kijk, ik geloof, ik heb geluk gehad in mijn leven. Het lijkt wel een beetje of jij altijd je inzet voor die underdog. Klopt dat? Nou, dat klopt ook. Ja. Nee, ik vind gewoon dat heel veel mensen niet worden gezien. Leontien en ik hebben mazzel gehad. En natuurlijk, je zou best wat kunnen. En als je Leontien kijkt, die heeft een waanzinnige mentaliteit gehad. En ja, op basis daarvan heeft ze het ver geschopt. Maar je moet toch in je leven af en toe gezien worden. Een kontje krijgen. Ja. En ik zie heel veel mensen die kwaliteit hebben, maar die geen kansen krijgen. Ja. Ik zie jou ook knikken. Jij ziet kinderen die wat in hun mars hebben. Maar eigenlijk omdat misschien hun sociale context niet ideaal is, eigenlijk over het hoofd worden gezien. Ja. Nou, als ik die mensen een klein beetje kan helpen, dus deze kunstenaar is dood, hij heeft er niks meer aan, maar ik heb hem nu wel, ik heb hem ook al bij de Wereld Draait Door eventjes laten zien, een miljoenen publiek kunnen geven. En een daar duw gegeven, dat is hij het. Hij is gezien, en als morgen mensen interesse hebben, wees welkom. Waar kunnen we het zien? Galerie Frank Taal in de Van Spijkstraat in Rotterdam. 4:00 beginnen we en we drinken er ook een borrel op. Dankjewel. Heel veel succes. Hugo Borst.